Het personeel van 's Lands Hospitaal is vanmorgen naar een aantal verzekeringsmaatschappijen geweest om erop aan te dringen dat zij hun betaling aan het ziekenhuis voldoen. De deuren van Self Reliance werden een tijd geblokkeerd en daarna werd Barsasco aangedaan. Het personeel ging over tot deze actie omdat zij geen garantie heeft dat hun salaris over de maand juni wordt uitbetaald. De verzekeringsmaatschappijen zijn het ziekenhuis een groot geldsbedrag schuldig. De directies van de twee verzekeringsmaatschappijen moesten het personeel beloven dat de gelden spoedig zullen worden overgemaakt. Het personeel had vorige week wederom haar onvrede laten blijken bij de directie van het ziekenhuis ten aanzien van de niet afgedragen inhoudingen. Volgens bondsvoorzitter Imro Edam is de maat vol en moet er nu eindelijk iets gedaan worden aan het managementprobleem van het hospitaal. Is dat salaris toch een probleem voor je begin? En je moet niet vinden een probleem. Alles aan vinden een probleem. Zo. Dus no. Wat ik gewoon besluit. En moet ik u eerlijk. We hebben het altijd gezegd dat we mismanagement de ja in het atoso. We wakken ook op een schriftbrief in de presidentsrevie. Maar hoe is je verandering? Hoe is je verandering? En mij ook tegen uw namens postuur nono, die de wel een pot van definitief punt bakken alles aan nono. Allemaal naar huis. Also, na Alamun, Udina Sot Sanda. Ja. Eerlijk, Alamun, Udina Sanda. Alleen de directie leden naar huis. Sikisma. If you... En nou een gemotiveerd verpleegster. Je knap dat je dan stress wat je ook kan zeggen. Of je nog maar zegt, ik kan hier een patiënt doen. Maar is er voor een verpleger van nodig? Alles heb ik van nodig. Alles is ziek wel eens. Dus nou was er nog een. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid, die op weg was naar de Nationale Assemblée, zei dat hij vernomen had van de actie van het personeel. Later op de dag zou hij met de directie in contact treden om na te gaan hoe de kwestie van de salarissen kan worden opgelost. Over het managementprobleem zei hij het volgende. Er is een bestuur die aangewezen is om de dagelijkse leiding te controleren, begeleiden en te sturen. Er is ook een consultant aangetrokken, een registered accountant, de heer Deel. En die heeft namens het bestuur onderzoek verricht naar in de achter ons liggende jaren. En op basis daarvan is er goedkeuring gegeven voor de jaarverslagen die zijn ingediend. Dus daarmee is voor ons de koos af. Maar hoe is er goedkeuring gegeven als men nu zegt gelden worden ingehouden, niet afgedragen? Hoe zit dat goed? Dat is allemaal... Dat heeft niets met malversaties te maken. Het heeft gewoon te maken met de situatie zoals de directie dat ook aan mij heeft uitgelegd in ons overleg met hun. De financiële middelen zijn schaars, zowel bij de overheid, maar dus ook bij de parastatalen. En ze hebben geprobeerd om allereerst de primaire zaken te betalen, zoals dus de lonen. En hebben dus daarbij dus, hadden niet voldoende middelen om dus andere zaken te betalen bij leveranciers van goederen. Dus zei voor, ik ben werknemer, ik heb een product op aflossing genomen en het wordt ingehouden van mijn salaris en mijn werkgever maakt die middelen dan over. En stel je voor dus dat mijn bruto loon 100 zou zijn, mijn netto loon is 75 en die 25 moet dan naar die leverancier van die koelkast of die wasmachine. Maar het ziekenhuis had maar 75, dus hebben ze eerst de lonen betaald. En daarna, daardoor hebben ze dus die 25 niet betaald, met alle gevolgen van die. Dus met die inspanningen zijn we nu bezig, dat de werkgever, in dit geval 's Lands, de betaalverplichting aan de leveranciers, of via de banken dan, kan doen, dat de mensen hun koelkast en dat soort dingen niet kwijtraken. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Hij sprak over de situatie van het 's Lands Hospitaal. Het personeel van het hospitaal heeft vanmorgen acties gevoerd bij twee verzekeringsmaatschappijen om gedaan te krijgen dat die hun schulden aan het ziekenhuis voldoen.